Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag weer een hele leuke vlog voor jullie. Namelijk vandaag gaan wij naar de Champs-Élysées en de Notre-Dame. En zoals je kan zien ben ik in de douche geweest. Ik heb mijn haar gewassen. En dus ja. En we hebben gisteren ook nog naar Rosny-Deux geweest. Dat heb ik nog niet verteld, denk ik. En daar hebben we ook wat geshopt. En ja, in Lafayette ook wat. Dus ja, en dat ga je wel allemaal zien in de shoplog. En ja, en sorry dat ik de vlog gisteren niet heb afgesloten. Ik was gewoon vergeten en ik was te moe. Dus ja. En ja, ik ga nu eerst mijn schoenen aandoen. En ja. Schoenen zijn aan. Ik ga nu ook eventjes mijn haar drogen. Met dit rare haardroger dingetje. Ik ga gewoon nog eventjes, want met één hand is dat niet zo simpel, dus ja. It's too hard to sleep. Sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Slechtste ever. En het haar is droogt. En de outfit of the day is weer broek van de GBC. En mijn schoenen zijn van Nike. Ik weet niet welke winkel dat komt. De t-shirtje van Brun Beige. Dat je zag in de shoplog van Hans. Met dit zwarte kraagje. En deze trui van de H&M. En dan nog een vestje. Mijn jasje van de Bershka. En dat is mijn outfit. Dus nu gaan we eerst gaan ontbijten. Heb je honger, mama? Dat hebben we niet nodig. Nee. Heb je honger? Ja, eigenlijk wel. Ik ook. Papa, doe een beetje voort. We hebben honger. Kom ik even hier aan. Dus. Dus ja. We zitten nu bij het ontbijt. En ik ga nu eerst iets gaan nemen. Dit is dan chill, mama. Wat is het? Vond je het lekker? Vond je het lekker? Vond jij het lekker? Ja. Ik vond het ook lekker. Hij is op de film. We zijn weer even op de kamer. Papa komt zo meteen ook, want hij is nog zijn koffie aan het uitdrinken en zo. En ja. Straks gaan we dan naar de Notre-Dame, maar eerst moeten we weer met de metro. En nou ja, al dat doe. Trouwens, het doen met de metro is echt, echt, echt ingewikkeld. Want ja, je hebt de M9, je hebt de N12, je moet dan kijken waar je naartoe moet. Soms ga je verkeerd, want dat is helemaal ondergronds. En dat is niet groot. En als je dan in die metro stapt, ben je dan gelijk 12 sardinen in een blikje. En ja, dus ja. Nou ja. Ja. Dus ik zou zeggen, mis vooral niet met de metro of anders bij er geweest. Ja. En straks gaan we dus naar Notre Dame en de Champs-Élysées. En ja, ik doe trouwens. Wat was dat? Ja. En ik doe dit vestje weer aan elke dag. Ik heb ook nog mijn blauwe winterjas hier mee. Maar deze was te warm. En dus ja.
Wat ik wel hier in dat hotel heb, is ook, als ik hier aankom soms, kijk eens zo'n elektrische schok. Je voelt gewoon die stroom. Ik kom daar dus niet meer aan. Maar ja. En dus, tot op de einde. Oké, we zijn klaar om te gaan trouwens. Ik heb nu deze trui aan. Behoorlijk sterk. Dus, ja. Ik heb trouwens ook een vitamintje in mijn mond. Papa is terug. En nu gaan we vlug eens. Allee, niet vlug. Nu gaan we gewoon naar de Notre Dame en de Champs-Élysées. Heb je de metro ticketjes? Yes. Waar gooi je die vast op? Ja. Dus ja. Snap je? Oké. Maar we zijn nu dus aan het wachten op de metro. Nee, niet op de metro, op de trein. Op de trein. Op de trein. En we denken hier in een kutje. Maar kijk wat ze gedaan hebben. Puur vandalisme. Hoe dacht ik dat zeg? Nou ja, tot op de een half. Dus we staan nu bij de Notre Dame. En het schijnt dat dat de mooiste kerk van heel de wereld is. Dus ja. Dus ja. Is dat veel? Ja. Nu is het... 12. 12, ja. Nu zitten we weer bij een koffie. Nu gaan we iets drinken. Ik heb van een chocolademelk gekregen en mama heeft... De vin rosé. De vin rosé. En papa heeft... Na een lang eindloopen zijn we bij de Champs-Élysées. En we staan nu bij de Zara, maar het is een hele kleine Zara en ze hebben een eigen niet echt. En trekt op niks. Nee, trekt op niks. Maar papa is dan niet binnen, we hebben na een kwartier afgesproken, maar het is nu maar 5 minuten later, dus ja. Maar, dat is de Disney Store, dus daar ga ik binnen. Wat was dat? Dus ja. Huh? En het is super warm, dus ik kan hier gewoon in mijn pool. Dus nu zijn we weer hier terug. We hebben bij La Douleur iets gelezen. En nu staan we bij Evo, Mami en Fitch. We hebben al binnen gekeken, maar ja, we hebben niets gevonden. Papa zit er wel nog altijd binnen trouwens. En ja, eigenlijk... Nu zitten we eigenlijk op de Champs-Élysées, maar ik had er echt meer van verwacht. In Parijs, tot nu toe, we hebben hier nu 4 dagen en 3 nachten. En wel, we gaan bijna niets geshopt, bijna. Ja, niet niks, maar toch wel iets, maar niet veel. Bijvoorbeeld als wij naar Rotterdam geweest zijn vorig jaar, toen hadden wij veel meer mee. Ja, echt 3 keer zoveel per persoon. En dus ja, straks gaan we gewoon weer de metro pakken en dan weer naar het hotel. Maar hoe laat is het nu? Het is nu ook al 4:15, dus ik denk dat we weer aan het hotel zijn. En morgen gaan we weer naar huis, dus ja. En nu nog wachten op papa. Trouwens, als je bij Eber komt en vis bent, ga nooit op de gras gaan zitten. Het is nat. Heel mijn broek is nat. Zoals je kan zien. En ja. En mama zo. Maar van jou kan je het niet zien. Jij heeft een lange jas van mij. Kijk hoe goed hij dat kan zien. Maar je ziet het toe. Maar je ziet... Maar ja. Nee. Dus we zijn hier nu weer aan het openen. Nou, dat maar. En dus ja, en dan gaan we weer met de metro naar het hotel en
Maar papa zei niet. Oké, dus we komen van de metro en we hebben weer een smoothie van mango's en Macedonië of het is super lekker. Ik heb een rouge passion. Rouge passion. Passion. Rouge passion. Ga je dit? Wacht maar. Het is echt super lekker. Ah ja. Mm. En nu gaan we terug naar het hotel. Dan gaan we het verfrissen, want ja. Ja. Oké, dus we zijn weer op de kamer. En ik heb me even verfrist en nieuwe kleren. Allee, nieuwe andere kleren gedaan. Tenminste, dit busje. Van je wc. Het is roze, maar je ziet het niet goed. Zo. Oh, deze boyfriend jeans. Ook van EBC. En dan deze schoenen, die zag in de handshop nog. Deze Nike Air Max. In beige. En ja, mijn haar gewoon los. En ja, zometeen ga ik dan gaan eten samen met de neef van mijn papa. En ja. Dit is de outfit of vanavond. Doedoe. Dus we zitten nu bij het Italiaans restaurant en mama heeft het. En het is pittig. Uh-huh. En ik heb een pizza, maar ik heb hem al helemaal opgegeten. En papa had een Italiaanse hamburger, maar die is ook al op. Dus ja. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't.